Welkom allemaal bij dit webinar over de nieuwe editie HAVO-VWO Onderbouw. Mijn naam is Jeroen Pedaan en ik ga eerst even mijn scherm met jullie delen, want dan kunnen jullie ook de presentatie zien. De nieuwe editie HAVO-VWO Onderbouw, de zevende editie alweer. En in dit webinar wil ik u graag iets toelichten over de nieuwe editie en ook een beetje een kijkje achter de schermen geven. Ja, hoe zijn we nou tot deze nieuwe editie gekomen en welke keuze hebben we daarin gemaakt? Ik werk zelf sinds 2017 bij Noordhof en ik heb ook meegewerkt aan de zesde editie. En voor de zevende editie ben ik actief als eindredacteur. En nou, ik zal daar zo meteen ook nog iets over vertellen wat mijn rol dan precies is. Ja, het is een webinar. Normaal doe ik dit soort presentaties altijd op docentendagen en dan is het wat interactiever. Dus ik ondersteun het verhaal van Janita om vooral vragen te stellen via de chat. Dat ondersteun ik, dus als u vragen heeft, stel ze vooral via de chat en dan ga ik proberen daar een goed antwoord op te geven. En dan hoop ik dat het een informatief webinar gaat worden. Misschien goed om vooraf nog te zeggen, op de docentendag hebben we alle docenten een proefkatern meegegeven van de eerste hoofdstukken van de zevende editie. Nou, ik kan hem natuurlijk niet door het scherm aan u geven, maar als u naar de website van Noordhof gaat en dan naar de methode van pincode zoekt, kunt u daar het eerste hoofdstuk vinden in pdf-vorm. Dus u kunt daar het eerste hoofdstuk bekijken. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, gaat u dan vooral even naar de website van Noordhof en dan kunt u daar het eerste hoofdstuk van de zevende editie bekijken. Nou, de zevende editie van het onderbouwboek, HAVO en VWO, het zijn twee aparte boeken, een HAVO-boek en een VWO-boek. En voordat we de zevende editie zijn gaan schrijven, hebben we ons afgevraagd, waar moet een goed onderbouwboek nou eigenlijk aan voldoen? He, want het is ja, een boek voor HAVO en een boek voor VWO. Maar het is ook een boek voor de tweede en de derde klas tegelijkertijd. Sommige scholen gebruiken het boek voor de tweede klas, sommige voor de derde klas en sommige scholen hebben economie in de tweede en derde klas. Ja, en dat houdt in dat we een boek moeten schrijven wat dan eigenlijk alle wensen voldoet. Daarnaast hebben we natuurlijk ook twee bovenbouwvakken. We hebben algemene economie en we hebben bedrijfseconomie. Ja, en allebei wil je laten terugkomen in je methode. Nou, dat houdt in dat we een aantal keuzes hebben gemaakt voor ons boek in de onderbouw. Als eerste hebben we heel erg goed gekeken naar de feedback van de docenten die gebruik maken van de zesde editie. De zesde editie was al best oké, maar natuurlijk kan een boek altijd beter. De samenleving verandert, nou, dat wil je ook terug laten komen in je boek. Je wil de bronnen up-to-date hebben, want een aantal bronnen van een paar jaar geleden, ja, die kunnen eigenlijk nu niet meer gebruikt worden. Dus we hebben heel goed geluisterd naar de feedback van de docenten en geprobeerd om onze zevende editie ja, nog wat beter te maken. Nou, zoals net al gezegd, een onderbouwboek is wel altijd keuzes maken. We schrijven een boek voor zowel de tweede als de derde klas en we schrijven een boek voor zowel het vak algemene economie als bedrijfseconomie. En je wil in de onderbouw eigenlijk allebei de bovenbouwvakken terug laten komen, dusdanig dat leerlingen een goede voorbereiding hebben op het vak in de bovenbouw, zodat ze in ieder geval weten wat ze kunnen verwachten. Maar je wilt tegelijkertijd ook ja, een zachte landing creëren. Je wil niet meteen de diepte in, want dan wordt het te snel ingewikkeld en dat wil je ook niet als methodeschrijvers en als docenten hebben. Wat we dan hebben gedaan bij de nieuwe editie is dat we ervoor hebben gekozen om iets minder onderwerpen te behandelen, maar de onderwerpen die we behandelen wel iets uitgebreider te behandelen. En dat betekent dat we keuzes moeten maken. En nou, een keuze, en daar kom ik zo meteen nog even op terug, is bijvoorbeeld dat je een aantal onderwerpen dus niet behandelt in het onderbouwboek, met de gedachte dat die uiteindelijk wel in het bovenbouwboek terechtkomen. Nou, wat ook wel meespeelt bij de keuzes voor onderwerpen in het onderbouwboek, is dat ja, voor sommige leerlingen in de onderbouw economie het eindonderwijs is. Hè, economie is niet een verplicht vak in de bovenbouw, net zoals bedrijfseconomie dat niet is. En voor sommige leerlingen is het dus ja, een eindonderwijsvak in de derde klas of de tweede klas. Nou, dat houdt in dat we bij het schrijven van het boek dus zowel een afweging hebben moeten maken tussen ja, genoeg onderwerpen aanbieden om een goede voorbereiding op de bovenbouwvakken aan te bieden, het niet meteen al te moeilijk te maken, maar vooral ja, een goede voorbereiding op die bovenbouwvakken, maar tegelijkertijd ja, dusdanig wel zoveel inhoud dat leerlingen met ja, eindonderwijs in de derde klas ook daadwerkelijk iets van economie leren. Nou, we gaan zo meteen kijken welke onderwerpen we in het boek hebben gestopt en dan zullen we kijken of dat ook is gelukt. Nou, en natuurlijk proberen we onze methode zo modern mogelijk te maken, dus met goede voorbeelden. We proberen het toegankelijk, concreet en herkenbaar voor de leerlingen te maken. We
We proberen het voor leerlingen zo plezierig mogelijk te maken, maar ook effectief. Hè, dus dat de opdrachten niet saai zijn, maar dat ze ook wel iets leren. En we hebben in de zevende editie meer aandacht voor duurzaamheid en inclusiviteit. Ik kom daar zo meteen in op een aparte sheet nog even op terug. Nou, dat houdt in dat we de zevende editie dusdanig hebben herschreven, dat eigenlijk alle teksten en alle opdrachten zijn herschreven. Dus we hebben het boek echt van begin tot het eind weer helemaal opnieuw geschreven. Hier en daar is een opdracht hergebruikt, maar in principe ligt er een compleet nieuwe editie met nieuwe teksten, nieuwe inhoud en nieuwe opdrachten klaar. Nou, de zevende editie is, net zoals de zesde editie, een flexboek. En dat betekent dat het een leer- en werkboek in één is. De leerlingen krijgen dus het boek en het boek blijft ook van de leerling. En de leerling mag ook in het boek schrijven, onderstrepen of arceren. Nou, een kijkje achter de schermen. Hoe zijn we aan de slag gegaan met de nieuwe editie? Ja, ik vind het belangrijk om u daar iets over te vertellen, omdat dat denk ik weergeeft hoe wij te werk zijn gegaan bij het schrijven van de nieuwe teksten en de nieuwe opdrachten. Het schrijfproces heb ik even met bullets onder elkaar gezet. Waar we altijd mee beginnen als we een hoofdstuk beginnen te schrijven is met een bouwplan. Nou, u ziet hier een voorbeeld van een bouwplan waarbij we hebben bedacht, oké, wat willen we in dat hoofdstuk hebben? Nou, ieder hoofdstuk bestaat uit 3 paragrafen. En we hebben bij die paragrafen bedacht welke leerdoelen er in ieder geval in moeten komen. Nou, die leerdoelen schrijven we helemaal uit. En we bedenken daarbij welke begrippen leerlingen van ons moeten leren. Dus welke begrippen zijn essentieel voor het begrijpen van de leerdoelen. We hebben deze keer bij de zevende editie ook heel goed gekeken wat we niet meenemen uit de zesde editie. Omdat we hebben begrepen dat uit het werkveld er wel wat signalen kwamen dat de zesde editie wat te vol was. Het was gewoon te vol, te veel onderwerpen. En de onderwerpen die we behandelden waren niet altijd even goed uitgediept. Nou, we hebben er daarom voor gekozen om een aantal onderwerpen niet meer te behandelen. Maar de onderwerpen die we behandelen wat uitgebreider te doen. Nou, dan gaat een auteur schrijven met een versie 1. Dus die gaat de leerteksten en de opdrachten schrijven. En iedere keer als een auteur een versie schrijft, dan leest ook iemand mee. Dus als auteur versie 1 af heeft, dan is er een andere auteur die meeleest met versie 1. Nou, vervolgens gaat de auteur een versie 2 schrijven aan de hand van de feedback van de meelezer. En de meelezer bekijkt ook nog een versie 2. En uiteindelijk schrijft de auteur de definitieve versie. Dat is dan versie nummer 3. Nou, op het moment dat de auteur klaar is met het schrijven van de versie 3, dan gaat het naar de eindredactie. En die gaat eigenlijk in 3 rondes. Namelijk één ronde wordt er echt gekeken, klopt het inhoudelijk wat er staat? Er wordt een ronde gekeken, klopt het qua spelling, zinsopbouw en staan er geen rekenfoutjes in? En er is nog een derde ronde waarbij alles nog een keer wordt bekeken. En na die ronde zou in principe het hoofdstuk af moeten zijn. En dan gaat het hoofdstuk op voor een drukproef. En daar zijn ook nog verschillende versies van, waarbij de auteurs en de eindredactie ook nog eens naar drukproef 1, 2 en 3 kijken. Nou, we hopen dan dat na dit hele proces er een hoofdstuk ligt waar we allemaal heel erg tevreden over kunnen zijn en waarmee jullie in de les aan de slag kunnen gaan. Nou, hetzelfde geldt voor de toetsen, oefentoetsen, powerpoints en de online omgeving. Eigenlijk gaat het proces rondom de toetsen en de oefentoetsen, powerpoints en online omgeving exact hetzelfde als bij het schrijfproces. En zorgen we er op die manier voor dat er dus een complete nieuwe methode voor jullie klaar ligt met ingang van het nieuwe schooljaar. Nou, ik zei het net al, het onderbouwboek, dat is gewoon keuzes maken, dat is niet anders. En wij hebben ons als auteursteam vaak afgevraagd welke onderwerpen zijn nou onmisbaar in de onderbouw en welke onderwerpen zijn misbaar. Nou, en dat heeft best wel wat discussies opgeleverd, omdat dat betekent dat je sommige onderwerpen niet behandelt in de onderbouw, terwijl die eigenlijk wel heel erg leuk zijn om te behandelen. Nou, uiteindelijk zijn wij op deze inhoudsopgave terecht te komen. Namelijk, we hebben de hoofdstukken, 9 hoofdstukken in de 7e editie, verdeeld in 4 grote blokken. We beginnen bij de economie voor jou en dat houdt in dat we heel dicht bij de belevingswereld van de leerling blijven. We kijken naar de financiën van de leerlingen, dus dan gaan we kijken naar het budget en de budgetlijn van de leerling en de rol van geld, waarbij we de leerling iets meer leren over welke rol geld in onze samenleving speelt en hoe dat vroeger was. We beginnen dus heel erg dicht bij de leerling. En we maken gedurende het boek, door de 9 hoofdstukken heen, een verschuiving tussen heel dicht bij de leerling staan, de micro-economie en uiteindelijk de macro-economie.
Nou, we hebben er ook voor gekozen om een aantal onderwerpen rondom bedrijfseconomie in het boek terug te laten komen. En die vinden we vooral in hoofdstuk 3, 4 en hoofdstuk 5 terug. Dat zijn de hoofdstukken ja, die behandelen aan de ene kant nog onderwerpen die heel dicht bij de leerling staan. In hoofdstuk 3, omgaan met geld, hebben we bijvoorbeeld het onderwerp verzekeren. Nou, daar leren de leerlingen iets over. En vervolgens gaan we naar de bedrijven toe. Hè, dus bij het produceren gaan we het echt al wat meer over de winst hebben. En bij een eigen bedrijf gaan we het over het oprichten van een eigen bedrijf hebben. Hoofdstuk 6 is vervolgens het hoofdstuk wat gaat over vraag en aanbod. Hoofdstuk 7, het hoofdstuk dat gaat over de overheid. Hoofdstuk 8 gaan we echt kijken naar de macro-economie bij de wereldhandel, dus de wisselkoersen en handel, import en export. En als laatste eindigen we met welvaart en welzijn, waarbij we nadrukkelijk heel veel aandacht hebben voor het feit dat onze welvaart niet alleen maar meer bestaat uit de welvaart in enge zin, hè, dus de berekening van het BBP, maar vooral ook welzijn, hè, dus het brede welvaartsbegrip, de welvaart in brede zin. En daar gaan een aantal paragrafen over. Nou, we hopen op deze manier dat we met deze 9 hoofdstukken een goede basis leggen voor het vak economie in de bovenbouw, maar ook het vak bedrijfseconomie hebben aangestipt in de bovenbouw. Wat ik belangrijk vind om bij deze sheet nog te zeggen, is dat het niet onze intentie is dat jullie als docenten het boek van A tot Z precies volgen zoals wij dat hebben bedacht. Jullie als docenten en als onderwijsprofessionals zijn natuurlijk vrij om te kiezen welke onderwerpen je wel en welke onderwerpen je niet behandelt. Het zou zo kunnen dat als jij bijvoorbeeld in de tweede en derde klas 1 uur per week economie geeft, ja, dat het gewoon niet lukt om alle 9 hoofdstukken te doen. Dat kan. Nou, wij adviseren om dan wel met hoofdstuk 1 en 2 te beginnen, maar om dan goed te kijken welke hoofdstukken je wellicht niet behandelt of welke hoofdstukken je wel behandelt. Het is dus niet onze intentie dat ja, het hele onderbouwboek per se af moet zijn voordat de leerling aan het bovenbouwvak kan gaan beginnen. Eigenlijk alle onderwerpen die hier op beeld staan, ja, die komen in de bovenbouw natuurlijk terug. Alleen zal het in de bovenbouw een stuk sneller gaan. Maar in principe kan een leerling ook het bovenbouwvak volgen wanneer een bepaald hoofdstuk niet wordt gevolgd. Nou, in gesprekken met docenten hebben we zelf heel erg gemerkt dat docenten bijvoorbeeld heel veel waarde hechten aan het hoofdstukje 6, de markt produceert, hè, dus vraag en aanbod. Omdat ja, dat toch echt wel een basis is die leerlingen nodig hebben voor de bovenbouw. En dus dat hoofdstuk wordt heel vaak wel gekozen. Nou, het is dus aan jullie om te kiezen voor welke hoofdstukken wel of welke niet. Nou, zoals al gezegd, het onderbouwboek is keuzes maken. Houdt helaas ook in dat er een aantal onderwerpen in ons onderbouwboek niet terugkomen. Een van de onderwerpen is bijvoorbeeld speltheorie. Ja, we hebben ervoor gekozen om speltheorie niet te kiezen of niet te behandelen in het onderbouwboek. Ja, en dat doen wij omdat we denken dat het onderwerp speltheorie in de bovenbouw nog prima terug kan komen. En dat het eigenlijk ja, geen enkel probleem is om dat pas in de bovenbouw te doen. Mocht u toch zeggen, nou weet je, ik wil dat onderwerp speltheorie toch heel graag behandelen. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke leuk onderwerp om dat te doen in de onderbouw. Dus doe dat vooral. Maar wij hebben ervoor gekozen om dat niet in ons boek te verwerken. Ja, omdat 9 hoofdstukken gewoon al best wel heel erg veel zijn. Zoals net al gezegd, hebben we aandacht voor algemene economie en bedrijfseconomie. U ziet hier een sheet met alle paragrafen van het boek. Ieder hoofdstuk heeft 3 paragrafen. En de paragrafen uit hoofdstuk 3 en een paragraaf uit hoofdstuk 4 en hoofdstuk 9, ja, die raken zowel algemene economie als bedrijfseconomie. Dat zijn dan de paragrafen sparen, lenen, verzekeren, kosten en duurzame wereld. Ja, dat raakt eigenlijk allebei de vakken. Dus die ja, hebben we onder het kopje zowel algemene economie als bedrijfseconomie gezet. Een aantal paragrafen gaan ook over de bedrijfseconomie. Het gaat dan echt over de productie, omzet en winst en voor jezelf beginnen, dus een eigen onderneming oprichten. En de andere onderwerpen zijn de algemene economische onderwerpen. Een leerling en u als docent kunt ook heel goed in het boek herkennen wanneer iets algemene economie of bedrijfseconomie is door de icoontjes. Dus we hebben algemene economie als icoon. Dat staat bij de paragrafen die over algemene economie gaan. En BE in het rood, dat zijn de paragrafen die gaan over bedrijfseconomie. Nou, we hopen op deze manier dat op allebei de vlakken, dus zowel algemene economie als bedrijfseconomie, we enige aandacht hebben voor de bovenbouwvakken. En dat we uiteindelijk leerlingen oh ja, een goed beeld geven van de vakken in de bovenbouw.
Ik wil je iets vertellen over de opbouw van het boek. De opbouw van het boek is eigenlijk in ieder hoofdstuk hetzelfde. Namelijk, ieder hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. Heel overzichtelijk. Niet vier, niet vijf, drie paragrafen. En iedere paragraaf bestaat uit 4 tot 6 pagina's per paragraaf. Nou, wij schatten in dat je 1 tot 2 lessen nodig hebt voor een paragraaf. Dus dat je een hoofdstuk in, ja, afhankelijk of ook alle extra's worden gedaan, 4, 5 weken verwerkt kan worden. Nou, ieder hoofdstuk heeft dus drie paragrafen met iedere keer de leertekst. En dan iedere keer na de leertekst een serie opgaven. Dat zijn meestal drie opgaven die opbouwen in moeilijkheid tot een kennisvraag, van een kennisvraag tot wat meer toepassings- en inzichtsvragen. Nou, aan het eind van ieder hoofdstuk hebben we ook extra rekenopgaven, een samenvattingsopdracht, een begrippenlijst, herhalingsopdrachten en verdiepingsopdrachten. En wij hebben dat in het boek gestopt, eigenlijk als extra service naar de leerlingen toe. Maar ook hierbij is het weer aan de docent zelf om te bepalen of hij of zij dat natuurlijk inzet in de les of niet. Wij raden aan om vooral de leerlingen die moeite hebben met de opdrachten in de gewone paragrafen, om die leerlingen de herhalingsopdrachten te laten maken. Maar de leerlingen, ja, die er eigenlijk geen problemen mee hebben en die heel snel door de stof heen gaan, om die leerlingen juist de verdiepingsopdrachten te laten maken. Voor HAVO en VWO zit er wel een verschil in de verdiepingsopdrachten. Namelijk, voor HAVO zijn de verdiepingsopdrachten gewoon extra uitdagende opdrachten over dezelfde stof van het hoofdstuk. Dus we hebben dan gewoon extra moeilijke opdrachten gemaakt over de stof van het betreffende hoofdstuk. Voor het VWO is de verdiepingsstof echt nieuwe stof. Dus VWO'ers krijgen op de 2 pagina's verdiepingsopdrachten eerst een stukje nieuwe stof, wel gerelateerd aan het hoofdstuk. En vervolgens een aantal opdrachten over die nieuwe stof. Dus daar zit wel een verschil in. Nou, we hopen op deze manier dat we een methode hebben gemaakt waarmee je als docent wat makkelijker kunt differentiëren in de les. Je kunt dus leerlingen aan de slag zetten met ja, een eigen leerroute. Ik kom zo meteen nog even op terug op ons online materiaal. Want als je gebruik maakt van het online materiaal, dan zitten die leerroutes met herhalingsopdrachten en verdiepingsopdrachten zelfs ingebakken in het systeem, waardoor een leerling automatisch in een bepaalde leerroute terechtkomt. Nou, hier rechtsonder een overzichtje van hoofdstuk 2. Dus een typisch ja, opbouw van een hoofdstuk bestaat uit 3 paragrafen: 2.1, 2.2 en 2.3. En dan de extra's die aan het eind van ieder hoofdstuk zitten. Nou, een voorbeeldje van hoe zo'n hoofdstuk eruit ziet. Dit is bijvoorbeeld hoofdstuk 5.2: investeren en financieren. Nou, u ziet hier ook het icoontje BE rood. Dus dat betekent dat dit een paragraaf is die gaat over bedrijfseconomie. Ieder hoofdstuk begint met een hele korte introductie. Vaak hebben we daar een aantal prikkelende vragen in gezet, die eigenlijk heel leuk zijn om klassikaal te behandelen. Het zijn wat openingsvragen. En vervolgens volgen de leerdoelen. Dus ieder hoofdstuk begint met leerdoelen. Meestal zijn dat er 3 of 4, waarbij de leerling ja, kan zien wat hij of zij in deze paragraaf gaat leren. Nou, vervolgens volgt de leertekst. Dat staat altijd in een blauw kadertje. En in het blauwe kadertje staan de begrippen die de leerling moet leren, dik gedrukt. Die begrippen komen ook weer terug op de begrippenlijst. En vervolgens volgen er 3 opdrachten. En die 3 opdrachten die bestaan eigenlijk altijd uit een kennisvraag, vervolgens een toepassingsvraag en daarna een inzichtsvraag. Nou, eigenlijk gaat dit zo het hele hoofdstuk door. En aan het eind van het hoofdstuk komen de leerdoelen die de leerling heeft gezien aan het begin van de paragraaf nog een keer terug. En bij de leerdoelen staan dan ook ja, vinkbokjes, waardoor een leerling kan afvinken of hij het heeft begrepen of niet. En zo niet, nou, welke herhalingsopdracht erbij hoort en welke verdiepingsopdracht erbij hoort. Ik zei net al even in de introductie, we hebben bij de 7e editie wat meer aandacht voor duurzaamheid en inclusiviteit. En dat is omdat onze samenleving verandert. En wij het bij Noordhof belangrijk vinden dat ja, de hele samenleving terugkomt in het boek. Dus dat we dat ook echt terugzien. U zult dus in onze 7e editie wat meer variëteit vinden aan foto's. En wat minder, nou, hoe zou ik het even zeggen, de grote merken in de wereld. Ja, dus jullie zullen wat minder de Coca-Cola's en de McDonald's terugzien. Omdat wij vinden dat daar eigenlijk al genoeg aandacht voor is. En dat ja, dat niet echt de economie is waar leerlingen heel vaak mee te maken hebben. Wanneer koopt een leerling bijvoorbeeld aandelen van KPN? Nou, een leerling heeft bijvoorbeeld wel te maken
met zonnepanelen. Of een bakker om de hoek waar die iedere dag voor de lunch een broodje koopt. Of warme truiendag op school. Of een foodtruck. Dus we proberen op die manier iets meer aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling. Nou, ik zei net, u zult wat minder vaak de McDonald's terugzien in ons boek. Tenzij dat echt van toepassing is en ook meerwaarde heeft. Dus we hebben bijvoorbeeld McDonald's wel een keer terug laten komen in het hoofdstuk over marketing. Omdat de verandering van de logo's van McDonald's, van rood-geel naar groen-geel, een mooi voorbeeld is hoe McDonald's ons probeert te beïnvloeden. Met het idee dat zij toch echt een gezond bedrijf zijn en dat je daar gezond voedsel kunt eten. Dus als het noodzakelijk is, dan komen de grote merken terug. Anders proberen we toch iets meer aan te sluiten bij de merken die de leerling gewoon in de buurt tegenkomt. En wat meer daarin te variëren. Nou, hier een overzicht van wat plaatjes, waarbij we een mooi overzicht hebben van hoe ons boek er nu uitziet. Het verschil tussen HAVO en VWO in de onderbouw. Nou, we hebben een boek apart voor de HAVO geschreven en een boek apart voor VWO. Dus er zijn twee boeken. Maar het zijn wel boeken voor de tweede en derde klas tegelijk. Dus we hebben een 2-3 HAVO boek en een 2-3 VWO boek. En we hebben wel wat meer verschil aangebracht tussen het HAVO en het VWO boek dan bij de zesde editie. Omdat we toch vonden dat we zowel de HAVO als de VWO leerling meer recht doen als we daar wat meer verschil in aanbrengen. Nou, wat zijn die verschillen? Die verschillen zijn beperkt, maar toch wel essentieel. De opdrachten zijn soms iets moeilijker op het VWO. Die zijn ook wat sneller in opbouw. Dus u zult bij het VWO-boek iets meer toepassings- en inzichtsvragen vinden. En bij de HAVO iets meer kennisvragen. Bij het VWO hebben we soms een begrip meer. Nou, hier is daar een goed voorbeeld van. Dit is een stukje tekst over betalen met munten en bankbiljetten. In het linkerstukje staat het begrip wissel. Dat is de HAVO-tekst. En in het rechterstukje staat een nog iets minder mooi opgemaakt stukje, maar er staat ook het begrip fiduciair geld. En dat is dan het VWO-stukje. Dus daar hebben we dan een begrip meer om de leerlingen iets meer uit te dagen en iets meer stof tot zich te nemen in dezelfde tijd. Nou, verschillen zitten er zeker wel in rekenvaardigheden. En die rekenvaardigheden zien we bijvoorbeeld terug in het reëel indexcijfer. Voor de HAVO-leerlingen volstaan we met de vuistregel, die ook in de bovenbouw van de HAVO voldoende is. Voor de VWO-leerlingen, daar verwachten we toch dat zij de reële inkomensindexcijfers berekenen met de complete formule, dus met indexcijfers, en dat zij dus net een stapje verder gaan. U kunt er natuurlijk als docent altijd voor kiezen om ook de HAVO-leerlingen die uitgebreidere officiële formule aan te leren. Dat is natuurlijk geheel aan u als docent. Nou, verder zien we bij de rekenvaardigheden verschillen doordat we bij de VWO-editie wat meer aandacht hebben voor indexcijfers. Dat komt ook al in hoofdstuk 2 terug op het VWO. De indexcijfers komen op de HAVO ook terug, maar dan pas in hoofdstuk 7, dus veel later in het boek. We hebben dus in het boek ook wat minder aandacht voor indexcijfers. En bij de HAVO hebben we het ook zo gemaakt dat eventueel het onderwerp indexcijfers in hoofdstuk 7 overgeslagen kan worden. Zodat de HAVO-leerling daar in de onderbouw nog niet mee in aanraking komt. Nou, bij de VWO-leerlingen hebben we ervoor gekozen om indexcijfers wel nadrukkelijk te behandelen. En dat zien we dus ook in het hele boek terugkomen. Nou, tot slot, dat heb ik eigenlijk net ook gezegd, verschillen de verrijkingsopdrachten. Bij het VWO is de verrijkingsopdrachten, dus echt verdiepingsstof. Dus nieuwe stof met nieuwe opdrachten. Bij de HAVO zijn de verrijkingsopdrachten opdrachten die gaan over de stof die de leerling al heeft geleerd. Maar die zijn gewoon iets moeilijker. Maar de VWO'ers hebben dus ook echt nieuwe stof. Onze methode die is natuurlijk te krijgen in de folio, dus in het boek. Maar de methode staat ook online. En ik wil je toch iets vertellen over onze online editie. Omdat daar denk ik een aantal voordelen aan zitten voor leerlingen, maar ook voor u als docent. De complete lesstof is ook voor leerlingen online te verwerken. Dus een leerling heeft dan in principe het boek niet nodig, maar kan compleet online werken. Het voordeel daarvan is dat de leerling automatisch in een leerroute terecht kan komen als je dat als docent aanzet. En dat houdt in dat als een leerling bepaalde opdrachten wat minder goed maakt, dus de scores zijn wat minder hoog, dat die leerling dan automatisch de herhalingsopdrachten aangeboden krijgt. En andersom, gaat een leerling heel erg goed, merkt het systeem, deze leerling maakt de opdrachten eigenlijk heel erg fijn, dan krijgt de leerling de verrijkingsopdrachten voorgeschoteld. De leerling kan ook bij iedere opdracht
een tip opvragen als hij of zij er niet uitkomt. En die staan niet in het boek, niet in het papieren boek, maar wel online. En dan kan leerling ja, dus wat meer zelfstandig met een tip toch proberen het antwoord te formuleren. Mocht een leerling een rekenvraag of een gesloten vraagfout hebben, dan krijgt een leerling online een tweede kans. En dan krijgt hij eerst nog even feedback, hè, dus eventjes weer een stapje op weg naar het goede antwoord. En mag een leerling een tweede keer proberen om het goede antwoord te geven. Nou, de online editie heeft ook voordelen voor de docent. En daar laat ik zo meteen het einde van zien. Eerst nog eventjes wat extra's voor de leerlingen. Ik had al gezegd dat de leerling tips en feedback kan opvragen. De leerling kan ook gebruik maken van de begrippentrainer. Dat zijn extra vragen over de begrippen die in het boek staan. Die worden gehusteld, dat zijn allerlei vragen. En de leerling kan dan die begrippen op een ja, goede manier nog een keertje intrainen. Die begrippentrainer die bestaat dus uit de begrippen uit het boek en daar worden extra vragen over gesteld. Een leerling kan voor ieder hoofdstuk een oefentoets maken. Die oefentoets bieden we alleen online aan. En die oefentoets ja, geeft een beeld van hoe de echte toets zou moeten zijn. En als een leerling de oefentoets serieus maakt, dan krijgt hij daar ook feedback op van het systeem. En dan heeft een leerling een extra oefenmogelijkheid voor de toets. Nou, we maken van een aantal onderwerpen ook video's. Dat zijn meestal onderwerpen die wat ingewikkelder zijn, waar leerlingen wat meer stappen moeten maken. Bijvoorbeeld het tekenen van een vraag- en aanbodlijn of het tekenen van een budgetlijn. Nou, dan kan een leerling een video bekijken hoe je zo'n lijn opstelt. Er komt een rekentrainer. Dat houdt in dat leerlingen nog wat meer rekenopdrachten kunnen maken. Die staan voor een deel ook in het boek, maar online ja, kan de leerling die ook oefenen. En we maken gebruik van interactieve figuren. Nou, daar staat hier een voorbeeld van. Een interactieve figuur is bijvoorbeeld een figuur over de budgetlijn. Nou, dat houdt in dat een leerling die budgetlijn zelf kan verschuiven en kan zien wat er dan gebeurt met die budgetlijn. En dus de leerling kan bijvoorbeeld het inkomen verhogen en dan zal de leerling zien dat de budgetlijn evenwijdig naar rechts verschuift en wat er dan gebeurt met de keuzes die je kunt maken bij de budgetlijn. Nou, het materiaal voor de docent, dat had ik net ook al even aangekondigd. Voor de docent staat er ook docentmateriaal online. Uiteraard staan de antwoordmodellen online in een Word-documentje, zodat u de antwoorden kunt uitprinten of gewoon op het scherm kunt laten zien. Maar de antwoorden staan allemaal online. Wij bieden per hoofdstuk twee toetsen aan. Die staan ook in Word, dus u kunt die ja, knippen en plakken als u dat wilt. Dat zijn twee toetsen per hoofdstuk. Een A- en een B-versie, dat zijn afgeleide toetsen van elkaar. En dat houdt in dat zowel de A als de B-versie ingezet kan worden. Mocht de leerling een keer ziek zijn, dan kunt u de versie B inzetten als herkansingstoets. De toetsen zijn ongeveer even ingewikkeld of even makkelijk, het is maar hoe je dat ziet. We hebben bij de toetsen ook een toetsmatrijs toegevoegd, zodat u ook kunt zien hoe de opbouw is qua leerdoelen. Hoeveel vragen er per leerdoel worden gesteld en hoeveel kennis, toepassings- of inzichtsvragen er worden gesteld. Nou, tot slot bieden we ook per hoofdstuk een PowerPoint aan, zodat u de stof ja, op een eenvoudige manier in de klas kunt behandelen en niet eindeloos veel tijd kwijt bent aan het maken van PowerPoints.